Het ministerie van Justitie en Politie zal een consultant aantrekken om de verschillende korpsen door te lichten als het aankomt op overuren. Dit haalde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie afgelopen vrijdag aan in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet Suppletore Staatsbegroting 2024. Uit dat onderzoek zal moeten blijken als er al dan niet sprake is van het declareren van fictieve uren. Ter beheersing van de kosten is er een limiet vastgesteld voor het verrichten van overwerk. Ook deelde de minister mee dat er geprobeerd wordt om de kosten voor telefoongebruik te verminderen. Hiervoor zijn er reeds maatregelen getroffen. Zoals het plaatsen van callblockers, het gebruik van internetbellen en het aantal gebruikers van vaste aansluitingen zal teruggebracht worden. Mevrouw de voorzitter, het gevraagde overzicht met betrekking tot promoties, nieuw personeel, overuren en telefoonkosten zal het op een later moment worden opgestuurd naar uw college. Amoksi zei ook dat het ministerie in de afgelopen jaren veel werk heeft verzet om het tekort aan manschappen in te lopen. Het tekort is nu bijna helemaal ingelopen volgens hem.